Goedemorgen, het is maandag, welkom bij mijn nieuwe video. Ik ben lekker ei aan het maken, uitsmijter, alleen met kaas, oude kaas. Ik moet nog even mijn oorbel in doen, dat ging ik eigenlijk doen. En mijn batterij opladen, heb ik nog steeds niet gedaan. Oh, ik heb al oorbel in, haha, grapje, maar ik wil eigenlijk deze in. Nee, oké, geen mis. In ieder geval maandag en het is heel vies weer. Jongens, we zijn los. Ik eet, ik ga je laten zien. Carpaccio. Oh. Ik vind het zo lekker. I know, ik was totaal van de vlees af en dat soort dingen. Voor mijn zwangerschap en tijdens mijn zwangerschap vond ik het ook niet echt lekker. Sorry, ik kijk echt zo, want ik ben heel moe. Maar hier had ik zo'n zin in. Oh. Ik wil ook nog sushi gaan. Ik ga alles wat ik niet mocht eten, ga ik deze week bij langs. En dan is het klaar met het gevreten. Oh, heerlijk. Dit is zo lekker, jongens. Ik ga straks ook nog aan de Red Bull, maar het komt echt. Kijk deze wallen. Hey, goedemorgen jongens. Het is dinsdag. Dus vloggen, dat lukt nog niet echt, hè? Nee. Maar dat komt, ja, waar komt dat door? Ik heb een baby van 2 weken, dus ja. Ik ga even ontbijten. Echt lang leven de vaatwassen dat we die hebben, joh. Echt. Het huishouden, dat schiet er echt bij in. Dat is echt wel, wel erg. Ilaretje is naar school, Ferry brengt haar naar school. Dat is nog wel een beetje een ding hoor, dat ze niet naar school wil omdat ze haar zusje dan mist. En wij natuurlijk met haar zusje zijn en zij er niet bij is. En ja, dus dat is nog wel even een ding. Oh ja, ik moet beschuit halen. Beschuit met meisjes. Dus ja. Ik krijg even een theetje, even ontbijtje. Ons ontbijt, alles voor het ontbijt is ook op, dus we moeten zo even naar de winkel. Even een beetje boodschappen doen. Het scheelt dat Ferdinand nou nog thuis is. Kijk, ik ontbijt ook gewoon letterlijk krakot met kruidenkaas. Wat ik wel heb, is dat ik bij elk geluidje denk, wat is dat? Is dat erbij? Is dat het? Het is wel minder geworden, maar nog, och, kijk dan, ik zie haar in de auto en ze vindt het niet leuk om naar school te gaan. In ieder geval, ik ga ontbijten en dan gaat de dag beginnen. Jongens, kijk dan, zo lekker. Ik heb hier één klein meisje. En daar een grote zus, die komt net van school. Die gaat lekker film kijken, hè? Wat kijk je? Next Gen, yeah. Het is zo fijn. Oh, heerlijk. Oké, de struggle is real. Ik ben zo moe. Oh, het gaat hier echt een puinhoop. En Ferdy die denkt dat hij ziek wordt, dus die is op bed gegaan. En je weet, mannen die ziek zijn. Oh god. Dus, oh. We gaan wat. We gaan het zware geschut. Hoe zeg je dat? Ik weet het niet. Wacht. I know, het is heel ongezond, maar dit heb ik echt even nodig. Mm. Oh my god. Dit heb ik zo lang niet gehad. De laatste keer dat ik dit dronk, was met Cassandra volgens mij. Mm. Kijk hoe mooi. Kijk niet zo boos. Hallo. Hi knappie. Ze heeft een beetje krampjes, maar eigenlijk heeft ze nooit een speen in. Hallo. Tut hem op. Oh, dit is beter, hè? Ja. Yeah. Oké, okay, we eten vandaag India's tandoori zonder de kip. Van de Jumbo, binnen 25 minuten klaar. Oh, I love it. Kijken. Oh, chill. Nou, ik begon heel dapper met vloggen vanochtend en toen was mijn batterij leeg. Dus ik heb mijn batterij opgeladen, gedoucht, mijn haar niet gewassen omdat ik eigenlijk even te lui ben. En... even kijken wat ik ga doen. Ik hoef op zich nu even niks te doen. Want ik ben nog met verlof. Maar ik weet niet, omdat ik me goed voel, denk ik, ja, ik moet wat doen, ik moet wat doen. Maar ik wil eigenlijk ook wel eten. Moet ik ook niet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Het leven die je hebt in je zwangerschapsverlof. Ik ga vast een salade maken voor de lunch. Dat kan wel. Tonijnsalade. Want ik mag weer tonijn eten. Dat ga ik doen. Ja. Jongens, wie had ooit kunnen denken dat het... zo zwaar kan zijn om 2 kinderen te hebben. Oké, okay, even serieus. Dit is natuurlijk de 3e week. Maar het is wel echt even wennen hoor. Want als
de een iets niet wil, wil de andere wel. En huishouden, eten. Maar gelukkig was mijn moeder vandaag geweest, dus ik hoefde geen eten te maken. En Freddy is nog thuis, maar het is zo wennen, dus we zitten met z'n beiden echt een beetje te klungelen. Oh, het is echt... Wauw. Maar, net... Lagen ze alle twee net op bed en toen was ik beneden. En toen zei ik tegen Freddy, ik zou beseffen, we hebben gewoon twee meisjes. En die liggen boven te slapen. Hoe fijn, echt. We gaan goede tijden kijken, even drama van andere mensen. Nee, we hebben geen drama. Het is gewoon wennen en vermoeid. En zelf wel eten en drinken. Ik had op een gegeven moment zo'n buikpijn tijdens het eten. Zei Freddy, ja, we hebben ook bijna niks gedronken. Dus je moet echt ik vergeet mezelf gewoon. Vandaar dat ik er ook zo uitzie. Maar in ieder geval... Ik ga morgen... Morgen moet ik ook echt mijn haar... Ik ga morgen mijn nagels doen, dus dat scheelt ook wel weer. Ik ben aan het brabbelen. Ik moet eigenlijk ook gewoon gaan slapen. Wow, deze dag is echt te snel voorbij gegaan. Ik heb mijn nagels even laten doen vanochtend. Ileana opgehaald van school. Teruggekomen, dutje gedaan, eten gemaakt. Stampot aan lijf, zo lekker. Sorry als je dit geluid hoort. Oh, ik heb nog steeds die uitslag van toen ik borstontsteking had. Oh, ik ben helemaal gek van mijn benen. Het is 6 uur, Ileana ligt op bed. Die heeft 3 dagen school. Dat is best wel zwaar voor haar. Dus we gaan nu elke donderdag gewoon vroeg eten, vroeg op bed. Dus die ligt lekker te slapen. Nisha ligt te slapen. Lekker. Koffie drinken. Chillen. Of het lekkers eten. Oh, wat erg. Terwijl ik gewoon baal gewoon van mijn dikke benen. Maar ja, ik ben pas 3 weken geleden bevallen. Dus ik moet wel even een beetje rust gaan doen. En vanavond Temptation Island. Oh, I love it. Freddy vindt het echt vreselijk. Ik hou echt van Temptation. Love it, love it, love it. Goed zo. Ah. Het stomme wat je kan doen is niet op tijd gaan slapen wanneer je net een baby hebt van bijna, dus is morgen 3 weken. Oh. Ik heb gisteravond die documentaire van Michael Jackson gezien en die duurde echt, oh, mijn telefoon, en die duurde echt iets van 4 uur of zo. Ja, we gingen om 7:50 en sorry, om 12:30 was hij klaar. Daar zit trouwens 1 meisje met de andere meisjes aan het slapen, maar ja. Ik heb echt 4 uur geslapen vanochtend. Dus vanochtend werd Mizu wakker. Toen ging ik een flesje geven beneden. En toen hoorde ik Ileana, mama, mag ik bij jou komen? Dus die was ook wakker. En Freddy ligt nog te tikken. Die kan niet goed op weinig slaap. Ik ook niet, maar wel beter dan hem. Niemand komen. Dus ja, we gaan even koffie drinken. En dan even snel de keuken fixen. Mezelf fixen, meisjes fixen en dan... Ik weet niet wat we gaan doen. Het is mooi weer vanavond. We willen elke dag wat gaan doen, maar het komt er niet van. We moeten zo, zeg maar... Toen we alleen Ileana hadden, was het... Oké, we gaan wat doen. Bam. Iedereen plassen, weg. Hup, huts. Maar, ja, nu is het heel anders. Ach ja, het komt wel, het komt wel. En ik heb zo zin om te shoppen. Echt zin om te shoppen, maar ik moet nog even ongeveer 5 kilo kwijt. En dan pas ik... Alles weer gewoon lekker. Ik pas nu zeg maar wel mijn broek. Ach, het is ook niet boeiend. Ik ben net 3 weken geleden bevallen. Maar ik zie allemaal leuke dingen en ik wil gewoon shoppen. Oké, we zijn eten aan het maken. Ik heb hier groentesoep. Oh, die mag wat harder. Een hele pan voor Freddy, nee, grapje. En dit is voor mij. Wow. Ik maak lekker vleeswoorts van kip. Oh, heerlijk. Hier heb ik echt zin in. Wat vind je van de vleeswurst? Lekker. Maar wel? Tieten. Wel tieten, hè? Ze heeft een bekertje melk erbij. Maar niet. Want dit is wel echt lekker. Kijk, ik heb ook... Nou. Dat is melk. Ja, dat is jouw melk. Beetje piccalilli erop. Zo. En Tom is heet. Weet je zien, mensen? Hoi. Hi. Je hebt ook melk? Ja, het is lekker toch? Mm-hmm. En een groentesoepje. Ja, die is nog heet. Oh, lekker. Maar vind je het ook lekker? Ik vind het heerlijk. Ja, hè? Maar volgens mij hoor je ons helemaal smakken en doen. Lekker. Nou, eet smakelijk. Goedemorgen. Deze dame heeft net een flesje gehad. Hij gaat altijd in een bolletje liggen, kijk dan.
helemaal in een bolletje. Het is nu bijna 7 uur, maar we gaan lekker weer op bed. Als Eli daartoe laat, dat kan natuurlijk ook. En ik heb gewoon lekker van gisteren... Sorry, ik ben aan het wiegen. Ik heb gisteren van... Nou, laat ik op bed, 10 uur of zo. Tot net geslapen. Zo lekker. Dit is zo'n lekker bolly. Nou, even schoon een luier en dan gaan we weer op bed. Al is het maar een uur. Oh, dan is het echt score. Zo, we hebben het kunnen uitstellen tot 8:30. Lekker. Ik ga... We hebben net ontbeten. Leila en ik, Ferdy en Mizu liggen nog boven. Die zijn nog aan het slapen. Ik ga bezig met de was. Daar heb ik een wasje wat ik al heb opgevouwen en wat naar boven moet. Hier heb ik een was wat aan het drogen is. Daar heb ik een wasje wat net uit de droger komt. Die moet ik nu opvouwen. En ik heb nog één was in de droger. Die is nu aan het drogen. Die moet ik daarna opvouwen. En ik heb een vaatwasser. En ik heb vaat. Dus dat gaan we eerst doen. En daarna gaan we douchen. En dan is het al even bijna eigenlijk. Ja, maar ik moet het even doen. Het is al 9:30. Oké. Let's do this. Easy. Easy. Ferdy. Hallo. Oh, zo vol in het licht. Maar wat ik wou zeggen, jouw verlof is voorbij. Hallo. Hallo, ben ik bezig met de camera of met mijn kind? Ja, met je kind. Oké, okay. Wij kijken intussen Ferdy's en nichtje Arlene, die vlogt ook. Dus we kijken intussen... Hé, die kopjes hebben wij ook, die waren van Rituals. Like en abonneer. Ik ben alweer thuis. Maar Ferdy, wat ik wou zeggen, jouw verlof is voorbij. Yeah. 3 weken. Want dit kleine meisje is 3 weken vandaag. En ik vind het niet leuk. Op de een of andere manier ben ik meer van je gaan houden of zo. Nou, snap je wat ik... Nee, dat snap ik niet. Nee, maar... ik weet niet. Ik heb zoiets van... je moet gewoon thuis blijven bij mij. Want je bent van mij. Normaal heb ik dat niet. Nee. Bij de eerste had je dat. En bij de tweede weer. Ja, oh, dus dat gaat wel over. Ja. Ja. Een jaar ongeveer. Nu denk ik, blijf bij mij. Blijf bij mij. Je bent van mij. Blijf bij mij. Guys, ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik wil trouwens een video opnemen. Een soort van mijn bevallingsverhaal video. Dus als je nog vragen hebt, laat het even weten in de comments hieronder. Dan kan ik die meenemen in de video. Het is 10 uur. Wie ligt op bed, die heeft echt 1,5 uur kram gehad. Dus... Ik ben backup. Ik hoop echt dat ze flink op de uur gaat slapen. Kan ik ook wel gebruiken. In ieder geval bedankt voor het kijken. Abonneer je als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in de volgende video. Doei. Oh ja, en die vragen voor die video hieronder zetten. Oké, ciao.